Hi, tof dat je weer kijkt. Ik ben Chrissy en welkom bij deze Feel Good Flow. Het is een energieke flow, dus heerlijk om je dag lekker energiek mee te starten. Of als je een hele drukke dag hebt gehad om lekker even alles van je af te gooien. Kom eens zitten op je matje. Je handen breng je op je knie of in je schoot. Kijk maar even wat voor jou goed voelt. En dan mag je je ogen sluiten. Adem dan maar eens heel diep in door je neus. En uit door je mond. Nog eens in door je neus. En uit door je mond. Nog eens heel diep in. En alles eruit. Open zachtjes je ogen. Armen zijwaarts mee omhoog. Jezelf helemaal lang. En strek jezelf maar even helemaal uit. Adem in verleng. En adem uit, twist naar rechts. Adem in, lift je borst. Adem uit, kijk over je rechter schouder. Je volgende inademing terug naar het midden. En adem uit, twist naar links. Adem in verleng. En adem uit, kijk over je linkerschouder. Adem in terug naar het midden. Kijk jezelf nog eens even helemaal lekker uit. En dan mag je komen zitten in tabletop position. Handen zijn stevig onder je schouders. Vingers zijn goed gespreid. Knieën op heupbreedte. Dan gaan we voor de cat cow. Adem in, rug is hol. Kijk omhoog. Adem uit, rug is bol. Adem in. En adem uit. En in. En uit. Nog één keer in. En uit. Kom dan naar een neutrale positie. Plaats je handen. Eén stapje naar voren. Vingers zijn stevig in de mat. Voor extra grip kun je echt klauwen maken en ze uitduwen op je mat. Krul dan je tenen onder je. Billen naar je hielen. Downward facing dog. Het is je eerste dog van vandaag, dus loop hem maar lekker even uit. Eerst je ene hiel naar de mat en dan je andere hiel. En wandel dan maar rustig naar voren, naar je handen toe. Dan pak je met je handen je ellebogen. En kom maar even lekker hangen. Schud maar een paar keer ja met je hoofd. En nee. Voor alle spanning uit die nek. En rol zachtjes wervel voor wervel. Terug omhoog. Dan mag je komen staan op heupbreedte. Je tenen zijn goed gespreid. Dat je goed grip hebt in de mat. Je schouders zijn ontspannen, buik is in, rug is recht. Adem in, armen zijwaarts mee omhoog. Adem uit, buig naar voren. Adem in, lift je borst. En adem uit, stap naar achteren, hoofd plank. Controleer ook hier je alignment even. Je schouders zijn recht boven je handen. Je hielen wijzen naar achteren, buik is in. Knieën op de mat. En kom maar zachtjes liggen op je buik. Adem in, cobra. Adem uit, downward facing dog. En adem.
Dan ga je knieën even naar de zijkant van de mat plaatsen. Billen naar je hielen, armen voor je uit. Ciao pose. We gaan zo meteen een vrij energieke flow in. Dus als het even te veel wordt of je bent je ademhaling kwijt, dan kun je altijd terugkomen naar deze positie. Rol dan zachtjes terug op handen en knieën. Krul je tenen onder je. Downward facing dog. Adem uit, buig je knieën. Stap naar voren. Adem in, lift je borst. Adem uit, buig voorover. Adem in, armen zijwaarts mee omhoog. Adem uit, Tadasana. Sluit je ogen even, voel na. Misschien is je lichaam al iets warmer. Misschien gaat je hart al iets sneller tekeer. Misschien voel je jezelf ook al wat energieker. Open je ogen. Adem in, armen zijwaarts mee omhoog. Adem uit, buig voorover. Adem in, lift je borst. Adem uit, hoge plank. Knieën op de mat. Kom zachtjes liggen op je buik. Adem in, cobra. Adem uit, downward facing dog. En adem door. Op je volgende inademing breng je je rechterbeen omhoog. Adem uit, stap je voet tussen je handen. Draai je linkerhiel in. Voet komt op de mat. En dan kom je omhoog naar je warrior one. Check je alignment. Is je knie recht boven je enkel? Je heupen zijn eigenlijk een klein beetje die kant op gedraaid. Zachtjes een beetje die kant, maar niet te veel. Dan kun je je knie draaien. En de draai maak je echt vanuit je torso. Warrior one. Dan mag je hem nu openen naar warrior two. Je achterste voet komt parallel aan de korte kant van de mat. De armen zijn gespreid. Knie is recht boven je enkel en je kijkt over je hand naar voren. Sterke positie. Windmill je armen naar voren. Plaats je handen terug op de mat. Downward facing dog. En adem. Op je volgende inademing breng je je linkerbeen omhoog. Adem uit, stap je voet tussen je handen. Draai je linkerhiel. Kom omhoog. Warrior one. En adem. Schouders zijn ontspannen. Dan mag je hem openen naar warrior 2. En adem. Windmill je armen naar voren. Handen op de mat. Downward facing dog. Adem uit, buig je knieën, kijk naar voren. Adem in, lift je borst. Adem uit, buig naar voren. Adem in, armen zijwaarts mee omhoog. Adem uit, Tadasana. Sluit je ogen even en voel na. Je voeten staan stevig op de mat. En voel maar eens waar je de energie voelt stromen. Dus
Misschien voel je wel wat tintelingen in je handen of in je benen. Mag je je ogen weer zachtjes openen? Zet in de voorkant van je matje. Mooie alignment. Adem in armen, zij met twee omhoog. Adem uit, buig naar voren. Adem in, lift je borst. Adem uit, hoge plank. Knieën op de mat. Kom liggen op je buik. Adem in, cobra. Adem uit, downward facing dog. Adem in, rechterbeen omhoog. Adem uit, stap je voet tussen je handen. Adem in, warrior one. Adem uit, verstrengel je vingers achter je rug. Adem in, lift je borst. En adem uit, buig naar voren. Adem in, terug omhoog. Warrior one. Adem uit, warrior two. Adem in, reverse warrior. Adem uit, linkerarm over je hoofd. Adem in, open je borst. En adem uit, terug naar downward facing dog. En adem. Je volgende inademing breng je linkerbeen omhoog. Adem uit, stap je voet tussen je handen. Adem in, warrior one. Adem uit, verstrengel je vingers. Adem in, lift je borst. Adem uit, buig naar voren. Adem in, warrior one. Adem uit, warrior two. Reverse warrior. Rechterarm over je hoofd. Adem in, lift je borst. En adem uit, downward facing dog. Wel dan. Breng je knieën even naar de zijkant van de mat. En rust uit. Child pose. Rol dan zachtjes terug. Terug omhoog. Dan mag je komen zitten op je billen. Altijd fijn. Maar we doen nog één krachtpatser. Deze energieke flow. Balanceer maar op je billen. Je voelt hem al aankomen. Benen zijn gelijk aan de lange kant van je mat. Schouders zijn ontspannen en rug is lang. En boot. Adem door. En trillen is helemaal niet erg. Doe ik ook. Nog twee. En geef jezelf maar een dikke knuffel. Je hebt het verdiend. Rol zachtjes terug omhoog. Dan mag je je voetzolen tegen elkaar aanplaatsen. Fijne vooroverbuiging. Adem in, lift je borst. En adem uit, rijk naar voren. Adem in, verleng. En adem uit, laat maar los. Hoe voelt je lichaam nu? Waar voel je de energie stromen?
rollen dan maar zachtjes terug omhoog. Breng je knieën bij elkaar. Dan mag je komen liggen op je rug. Breng je knieën naar je borst. En masseer kleine rondjes. De andere kant op. Wat ik zelf altijd wel fijn vind, is nog een happy baby op het eind. Mag je je heupen openen. En dan mag je je voeten aan de zijkant pakken. Of je pakt je grote tenen. Kijk maar even wat het prettigst voelt. Iedereen zit anders in elkaar. Dan kun je een beetje heen en weer rollen. Het is nog een heerlijke heupopener. Ook daar houden we vaak spanning vast. Misschien vind je het fijner of als je ogen te sluiten. En als je er klaar voor bent, dan mag je komen liggen in Shavasana. Je benen gestrekt. Je armen naast je neer, je pols omhoog. En laat alles maar los. Heel goed gewerkt. Probeer nog één keer te voelen. Hoe voelt je lichaam nu? En je mag hier nog even blijven liggen. En zodra jij voelt dat je er klaar voor bent, mag je komen rollen op je rechterzij. Jezelf zachtjes omhoog duwen. Naar een zittende positie. Namaste. Dankjewel. Tof dat je meedeed. Tot de volgende keer.